Ik ga zo naar Amsterdam toe, want ik ga naar Chef Mounir. En nou, die ken je natuurlijk van tv, 24 Kitchen onder andere. Hij heeft ook onlangs een nieuw boek uitgebracht. Hij gaat helaas niet voor me koken, dat is jammer. Ik hou van de Marokkaanse keuken en mijn vrouw is Marokkaans. Ik hou ook van eten, maar hij gaat niet koken. Maar ik ga hem wel interviewen voor weer een nieuwe aflevering van Hoe was jij op school? Check it out! Op straat gewoon lekker. Oké, jongens en meisjes, welkom bij een nieuwe aflevering van Hoe was jij op school? Ik zit hier met Mounir. Wij zitten lekker buiten op in straat Amsterdam. In Amsterdam een kopje koffie te drinken. En ik ga hem vragen van broer, hoe was jij op school? Ja, ik was een waarom leerling. Dus als de docent iets vertelde, zei ik altijd waarom. Ik wilde echt graag weten waarom. Dus ik was niet echt bewust lastig, maar ik weet dat het lastig voor leraren was. Oké. Okay. Ja, ik ken het type leerling. Zoals zei de Mounir, wil je dat doen? Zei jij. Ja, waarom? Ik wil dat best wel doen, maar waarom? Ik wilde altijd het nut ergens van weten. Ja, ja. Ja, dus ik was nieuwsgierig. Dat heeft me ook geholpen, want ik ben nu zelf ook docent om vooral dingen uit te leggen. Ja. Ik hou van leerlingen die die vraag stellen waarom, want dat houdt me ook scherp. Want dan moet ik weer nadenken, waarom wil ik iets van de school? Ja, ja. Ik las ook dat je docent was. Ja, klopt. Waarom ben je docent? Het is eigenlijk een apart verhaal. Ik heb de koksopleiding gedaan. Dus ik ben kok en hart en nier, dus ik hou van koken. En ik heb één broer en één broertje. En mijn broer die had zijn hbo gehaald en mijn broertje was net met hbo bezig, dat was een propedeus. Dus ik was de enige van de drie broers die geen hbo had. Dus ik had alleen maar mbo niveau 3, alleen mbo niveau. Dus ik wilde per se hoe dan ook niet onder mijn broers. Ja. Ik wilde een hbo opleiding volgen. Ik kan maar twee dingen goed, dat was praten en dat was koken. Ja. Dus ik moest iets zoeken wat daarin tussen paste. En toen was er een docentopleiding voor kok, kookdocent. Ja, dat duurt erbij. Toen heb ik inderdaad 4,5 jaar deeltijd erbij gedaan. Cum laude geslaagd, gelukkig. En zo ben ik eigenlijk erin gerold. Zoals nooit mijn intentie om docent worden. Ik vond het gewoon leuk om. En nu merk ik dat ik studenten enthousiasmeren en helpen. Dat vind ik ook super, want dan kan je jonge mensen kan je weer, die kan je kneden. Jonge mensen die zijn onbevlogen. Dus die kan je vak meegeven. Dat vind ik wel heel leuk. Nou, als je 11 jaar voor de klas al staat met veel plezier, dan weet je dat je het goed doet. MBO niveau 1, hè? MBO niveau 1. Er zijn leerlingen die ook echt waarom leerlingen. Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk wat jij een beetje was, maar dan ja. Ik ben van mening, en als docent moet je dat beamen, iedere leerling kan. Of wil. En het is aan de docent om de juiste knop te drukken. Ja. De ene die wil niet omdat hij een muur op zet om heel logisch te komen. Ja. Maar het is een ons om te enthousiasmeren en te motiveren. Ja, dat vind ik wel heel leuk, die zoektocht. Het gaat niet vanzelf. Nee. En dat vind ik zo mooi aan de jeugd. Niet dat ik zo oud ben, maar de jeugd die zit lekker oprecht. Ja, hoe oud was jij toen jij besloot van ik ga voor een carrière als kok, zeg maar? Dus... Ik was toen ik was een vroege leerling, dus ik was 15 toen ik bij MAVO of VMBO deelde. Ja. Toen moest ik nog 16 worden. Ik wilde heel graag iets met mijn lichaam doen, dus of sportinstructeur of militair of politieagent, ik wil actief doen. Of kok, één van die vier. Ja. Die eerste drie opleidingen waren allemaal buiten Eindhoven. Ja. Wij konden openbaar voer niet klaar. Dus ik moest iets in Eindhoven zoeken. Ja. Dan ben ik de topspleiding. En zo ben ik daar een beetje ingerold ook weer. Uit nood? Uit nood eigenlijk. Ik denk dat ik daar een paar jaar van 18 ben, OV, nog een. Ja. En thuis hielp ik mijn moeder wel eens mee. Als middelste zoon, we hadden geen dochter thuis. Maar op een gegeven moment toen ik met de opleiding start, werd ik gevangen door de opleiding, dacht ik ook. Dus toen dacht ik van nee, dat is ook wel leuk. Dat is mijn ding. Rond mijn 15e dacht ik van oké, dit gaat allemaal. Wel vroeg, 15 jaar. Ja, ja, ik heb van mijn ouders altijd meegekregen, maak niet wat je gaat doen, als het maar legaal is, maar als je er maar goed door wordt. Oh, okay. En toen ik op een gegeven moment de kookvirus te pakken had, oké, dat is prima, dat valt me. 15 jaar, de meesten kunnen nog geen keuze maken dan. Nee, klopt. Ja, weet je, het is heel eerlijk, ik ben nu 38. Ja. En ik weet nog steeds niet wat ik met mijn leven wil. Nee. ik ben kok. Je weet niet welke kant je nog op wilt. Nee, ik ben kok, ik ben kookdocent, ik ben tv-kok, ik ben mede-eigenaar van de foodbox, ik schrijf kookboeken. Ik weet niet wat ik wil. In ieder geval, ja. En waarom zou je limiteren op één ding? Ja, ja. Heb je van dingen spijt als je kijkt naar je hele loopbaan? Als je denkt van stappen die je hebt gemaakt, die denk daar heb ik spijt van gehad? Nee, spijt sowieso niet. Want uiteindelijk ben ik geworden wie ik ben door alle dingen die ik heb meegemaakt. Leuke, minder leuke, goede en slechte dingen. Ja. Ik heb niet echt dingen in het leven waar ik spijt van heb. Nee, dankjewel man. Wat tof is, moeder heeft een boek meegenomen. Zijn eigen boek natuurlijk. Mijn raadsboek. Ja. Hij heeft met veel trots zijn eigen boek gemaakt. En de eerste druk die heeft hij al verkocht. Ja. En ik heb hem gevraagd van broer, kan je er eentje voor me meenemen? En hij schrijft een stukje tekst voor je in. Zal ik op Facebook een vraag stellen? Drie keer.
Ik ga een tekeningetje maken. Ik zal op Facebook een vraag stellen. Het gaat over het filmpje en wat Mooney natuurlijk gezegd heeft. En vul de vraag in. En dan verloten we dit boek. En dan kun je aan de slag, man. Dus mocht je hem winnen, ben je ook verplicht iets te maken. En een naam op te sturen. Ja, kom bij het proeven. Ja. Dankjewel, broer. Dankjewel.